Lang geleden leefde er een beeldschone koningsdochter. En haar naam was Anna. Ze was de jongste dochter van de Franse koning en woonde samen met haar vader, haar moeder en twee zussen in een statig kasteel. Met ronde torens dat uitkeek over de Middellandse Zee. Het kasteel stond in de Camargue, in het zuiden van Frankrijk. Tussen de moerassen en de zee. In het kasteel ging alles volgens de etiketten. Er waren banketten, jachtpartijen en grote feesten met muziek en dans. De drie koningsdochters werden al vanaf een jonge leeftijd voorbereid op de toekomst. Ze leerden lezen, spinnen, breien, borduren en converseren in heel veel talen. En dit alles onder het toeziend oog van hun moeder. De twee oudste dochters deden ontzettend hun best. Ze zouden binnen de kortste keren klaar zijn om uitgehuwelijkd te worden aan een voornaam man en goede bescheiden echtgenotes te worden. Maar Anna was anders. Anna had niks met borduren, breien en binnenzitten. Nee, ze wilde naar buiten. Dus glipte ze regelmatig stiekem weg naar de stallen, zadelde dan haar lievelingspaard op en reed weg. Weg van de beknellende etiketten van het kasteel, de velden in, richting de zee. En niets kon haar gelukkiger maken dan de zee, die azuurblauw sprankelde in de zon. Haar moeder vond het niet goed dat ze er telkens vandoor ging. Nee, ze moest zich als jonge dame van stand leren gedragen. Maar dat was het laatste wat Anna wilde. Ze wilde naar buiten. Ze wilde naar de zee waar de meeuwen krijzend boven het strand de vissen probeerden te stelen uit de netten van de vissers. En waar de wind door haar haren blies. Wat had het nou toch voor een zin om te borduren? Daar werd ze toch niet wijzer van? En zo kwam het dat zij regelmatig met haar borduurwerk op schoot in slaap viel. En dan droomde ze van de blauwe lucht, de zee die haar riep en de geur van de manen van haar paard. Eén middag, net nadat ze was begonnen met een handwerkje, viel ze weer in slaap. En ze droomde niet haar vertrouwde droom over de zee, maar over een fontein, drie gouden vogels en de ster Diana die haar toelachte. Anna werd verbaasd wakker. Wat had ze nu weer gedroomd? Het was een heerlijke, maar ook een rare droom tegelijk. Ze vertelde haar droom aan haar moeder, die haar rustig aankeek en zei: je had een voorspellende droom, Anna. Die drie gouden vogels zijn je zwagers in kostbare kostuums. De gouden fontein is je echtgenoot, die je met zijn liefde doorstroomt. En de ster Diana, dat is je schoonmoeder. En zij zal je leiden. La brava.
Tu cunhada, lo stress.